Welkom bij de podcast Hartstikke Groen van Duurzaam Den Haag. Leuk dat je kijkt. Er zijn in Den Haag steeds meer mensen die het belangrijk vinden dat onze stad duurzaam wordt en die zich daarvoor inzetten. Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting en wij helpen deze mensen en bewonersgroepen hierbij. Dat doen we door met je mee te denken, door je tips te geven en door ons netwerk in te zetten. Ben je benieuwd wat jij zelf kan doen? Kijk dan op onze website duurzaamdenhaag.nl. Nou, er gebeurt al onwijs veel in onze stad. Daarom nodigen we elke maand mensen van een bewonersgroep uit die zich inzetten voor hun eigen buurt. Mijn naam is Linda en ik zit hier vandaag met Dick ter Stegen en Hans Grijze van Gastvrij Scheveningen. Welkom, goed dat jullie er zijn. Dank je. Naar mijn idee zetten jullie al heel lang in voor jullie buurt. Waar komt jullie motivatie vandaan? Wij zijn in 2018 begonnen met een openingsactie waar onder andere Joris Wijsmuller in het Kalhuis symbolisch een gaskraan heeft dichtgedraaid onder een oliestel, ja. Of een gasstel eigenlijk. En dat was de start van het project Gastvrij Scheveningen. Het is een project eigenlijk van bewonersorganisatie Wijkoverleg Scheveningen-Dorp. Ja. En wij vonden het wel belangrijk om daar eens wat aandacht aan te besteden voor onze bewoners. Ja. Oké. Okay. En wat is de motivatie misschien voor jouzelf, Dick, om dat te doen? Met name omdat ik ben zelf architect, ik kom uit de bouwhoek. Ja. En het is een ingreep die wat dat betreft altijd heel veel technische kanten met zich meebrengt. Dus ik dacht dat mijn kennis in die zin gewoon heel goed ingezet zou kunnen worden om te kijken op wat voor manier we mensen zouden kunnen helpen om zo snel mogelijk die verduurzaming door te gaan voeren. Ja, oké. Okay. Dus Hans was wat dat betreft met name in het organisatorische heel erg sterk. En ik was meer in de technische en samen zijn we gewoon een heel goed team. Wat goed. Mooi. Eens. Ja. Goed zo. En jullie zetten je als bewonersgroep in om bewoners van Scheveningen te helpen met het verduurzamen van hun huis. Ja. Ja. Hoe doen jullie dat, Hans? We hebben allebei de opleiding tot energiecoach gevolgd bij Home. Ja. En we maken publiciteit dat mensen een energiecoach op bezoek kunnen krijgen. En we zijn daar in 2019 mee begonnen. En inmiddels hebben we er meer dan 170 uitgevoerd op Scheveningen. Ja. We hebben 6 energiecoaches. Sinds heel kort hebben we er eentje bijgekregen. Ja. Dus iedereen die zegt, ik wil ook graag energiecoach willen worden, laat u contact opnemen met Gastvrij Scheveningen. Ja. Dan gaan we de opleiding verzorgen, want dan kunnen we nog heel veel gebruiken. Oké. Okay. Ja. Nou, meteen een goede oproep. Ja. Mooi. Ja, het is... Wij proberen wat dat betreft zoveel mogelijk naar buiten te treden. Dus vandaar ook dat we bijvoorbeeld het nodige aan thema-avonden organiseren om mensen te informeren over welke mogelijkheden er zijn voor verduurzamen. En om daarmee ook gewoon zoveel mogelijk rugbaarheid te geven aan het feit dat verduurzamen echt iets is waar we gewoon met z'n allen heel snel mee bezig moeten gaan. Ja. En dat loopt langzaam maar zeker. En zeker natuurlijk de laatste tijd met de oplopende energieprijzen. Er zijn er steeds meer mensen die zich daar wel toe aangesproken voelen. Ja, oké. Okay. Dus jullie hebben er eigenlijk, een soort van ook weer een voordeel aan. Op een rare qua manier. Qua aandacht. Ja. Maar het blijkt hoeveel behoefte er aan is inderdaad. Ja. Omdat mensen toch, en zeker in wij werken met name in Oud-Scheveningen. Ja. Waar natuurlijk veel oude huizen zijn. Waar dus veel behoefte is aan allerlei maatregelen die te maken hebben met de techniek. Dus met zorgen voor tochtdichtheid, zorgen voor isolatie, zorgen dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Betekent dat die mensen, die zijn vaak niet in staat om dat zelf voor elkaar te krijgen. Nee. En daar proberen wij dan in ieder geval te adviseren van wat wel kan binnen hun mogelijkheden. En wegen aan te geven waarop er eventueel nog meer mogelijk is. Ja, want jullie komen zelf dus ook bij mensen thuis als energiecoach. Ja. Wat kom je dan tegen? Dat is heel divers. Ja. Wat heel actueel is natuurlijk de laatste tijd dat iedereen wil ineens een warmtepomp hebben. Oké. Okay. En dan blijkt dus dat vanuit het voorlichtingscircuit van zowel de overheid als de gemeente Den Haag, dat is nauwelijks iets wordt aangedaan. En heel vaak mensen hebben het idee van, ik loop even naar de winkel, koop een warmtepomp en klaar is het. Mm-hmm. En als je dan zegt van, maar u heeft net uw huis verbouwd en u heeft daar een mooie parketvloer neergelegd en wil de warmtepomp een beetje goed werken, dan is het toch wel handig als de vloerverwarming ook wordt aangelegd. Ja. Bijvoorbeeld. Heb je enig idee hoe groot zo'n warmtepomp is en wat er allemaal bij komt? Dat is dan onbekend. Denk maar een hele grote koelkast in je huis, daar extra bij. Maar wij sturen ook altijd naar de woonwijzerwinkel Rotterdam. Dat is die bekende
grote tentoonstellingshal waar permanent allerlei producten worden getoond. Ja. Zodat de mensen gewoon aan de lijve kunnen zien hoe groot is dat ding nu eigenlijk en waar praat ik over. Ja. Dat is gewoon totaal onbekend. Hmm. Dan denk je aan een cv-keteltje, nou, dat is het dan. Ja. Dus nou, we proberen mensen wat dat betreft eigenlijk altijd een aantal stappen te laten zien. Omdat je mensen proberen altijd van de laatste stap, dat is dan die warmtepomp. Ja. Nou, wij zeggen van nou, begin gewoon bij het begin. Begin bijvoorbeeld bij isoleren. Dat is een van de belangrijkste dingen. Zorg ervoor dat je gewoon zo weinig mogelijk energie nodig hebt. Hoe minder energie je nodig hebt, hoe minder je hoeft op te wekken. Dus dat betekent dat je aan alle kanten een win-win situatie hebt. En daarnaast kun je dan zeggen van nou, van het gas af is zeker een van de dingen waar we over moeten nadenken. Maar zijn we al zover? Moet je niet in de tussenliggende periode kijken of je niet naar een hybride situatie over moet gaan stappen? En om eens ook te kijken van wat kan er in jouw huis? Ja. Want het is wat dat betreft, ieder huis is anders. En dat betekent dat ieder huis heeft ook gewoon zijn specifieke oplossing nodig. Ja. En daardoor zet je dan, oké, we beginnen inderdaad met isoleren. Daarna gaan we eens kijken van kun je, als je geïsoleerd hebt, kun je je watertemperatuur van je huidige cv-ketel verder verlagen. Zodat je gewoon sowieso wat efficiënter omgaat met je gas. Als je dan zegt van oké, we kunnen naar zeg maar 55 graden teruggaan. Dan betekent dat je ondertussen in een systeem zit van nou, nu kunnen we naar een laagtemperatuursysteem. Ja. En dan heb je weer een volgende fase. En langzaam maar zeker kom je dan uiteindelijk, aan het eindpunt, kom je dan wel een keer bij de warmtepomp uit. Ja. Maar dan praat je wel over 10, 15 jaar verder. Ja. Dus het is niet iets wat je dan allemaal vandaag moet doen, maar het is gewoon een langzaam proces. Ja. Je moet ook het moment kiezen waarop je dingen gaat doen. Wanneer ga je je cv-ketel vervangen? Niet als je hem 4 jaar geleden gekocht hebt. Zonder van de ketel. Zonder van de ketel, zonder van de investering. Ja. Dus denk je dan na, wanneer ga je dat dan wel doen? Kun je met de ketel die je 4 jaar geleden hebt gekocht, daar misschien een hybride systeem aan toevoegen? Maar wat betekent dat, een hybride systeem? Een hybride systeem is dus bijvoorbeeld dat je een combinatie hebt van een cv-ketel en je hebt een elektrisch gedeelte. Oh, oké, ja. Het elektrisch gedeelte, dat is dan een soort van warmtepomp. Ja. Maar niet echt een warmtepomp die helemaal zelfstandig draait. Maar die gewoon zegt van, het eerste gedeelte van de temperatuur gebeurt elektrisch. Trekt hij dat niet, dan slaat de gasketel bij. Ja. Okay. En dat is dus een systeem waarbij je zegt van, nou, dat kun je eigenlijk al vrij snel en met niet zo ontzettend veel kosten, kun je met dat systeem alvast beginnen. Ja. Dus op die manier kun je dan gewoon mensen stappen laten zien van laten we eerst hier beginnen, dan daar. En zorg ervoor dat je dat in de tijd zet. Dat je niet zegt van ik moet nu vandaag van alles doen. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Daar hebben de mensen het geld ook niet voor over het algemeen. Nee, logisch. Er zijn wel heel veel regelingen bij de gemeente, maar je moet ze wel kunnen vinden. Ja. Maar om daarvoor in aanmerking te komen, dat is best wel heel erg ingewikkeld. Ja. En als je dan denkt dat je van die regeling gebruik kunt maken, is die op dat moment toevallig, ja, de pot is leeg. Ja. Helaas. Ja. Helaas. Dat is jammer. Ja. Hans, ik sprak jou laatst op het stadsgesprek met de wethouder Ark Kamptijns. En jij had een suggestie hoe de energietransitie beter zou kunnen. Mm-hmm. En dan als inspiratie daarvoor de straatsgewijze aanpak, noemde jij. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Heel graag. Ik weet ook dat Joris Wijsmuller, jullie nieuwe directeur, het idee ook wel omarmt. Ja. En dat is geïnspireerd op de stadsvernieuwing Scheveningen. Ik woon dus op Scheveningen al mijn hele leven. En toevallig heeft ik datzelfde proces in Rotterdam meegemaakt. Ja. Dat is gewoon, dat was destijds met Aanti Duivenstein, de wethouder van bouwen en vernieuwen in Scheveningen. Die ging toen een enorme transitie meemaken. Dat was jaren 80. Er werden een heleboel huizen afgebroken. Er werden straten opnieuw opgebouwd. En dat ging in overleg met bewoners, ondernemers en de gemeente Den Haag zelf. Die maakten een plan. Mensen konden dus subsidie krijgen om dus hun woning te verbeteren, heette het toen. Ja. Dat was dus geen verduurzamen, dat woord pas nog niet uitgevonden. Gewoon woningverbetering was dat toen. Ja. He, dus de oude huisjes die werden afgebroken, die slecht waren, versleten waren. En er werd nieuwbouw gepleegd, maar allemaal in overleg met bewoners en ondernemers in dezelfde periode en de gemeente. Ja. Er waren subsidies voor. Er was een heel bouwbureau beschikbaar waar de mensen dus met vragen terecht konden. Van joh, ik ben volgende week aan de beurt. Wat heeft dat voor mij te betekenen? Ja. Wat gaat er voor mij? Konden ze binnenlopen? Of konden ze binnenlopen? Ja. Nou, zo'n dergelijk model zijn wij van mening dat dat enorm goed zou werken. Ook voor de energietransitie. Ja. Dus, waarschijnlijk dus ga je straat, kosten besparen. Ja, straat voor straat. Straat voor straat aanpakken. Duidelijk. Ja.
En dat kost en echt ook in goed overleg. Dat klopt, maar dat kost nu ook subsidiegeld. Ja. Maar met een regie erin. Ja. Ja. Het grote verschil is dat we in die zin, en dat is ook een van de vragen waar we misschien straks nog over terugkomen, dat de gemeente in die zin veel proactiever moet zijn. Hmm. En niet maar allerlei regels moet verzinnen waar je, als je ze kunt vinden, gebruik van kunt maken. Maar dat je inderdaad de gemeente naar de wijken moet gaan om daar te kijken van, wat kunnen we samen met jullie gewoon doen? Ja. En daar dan, bij wijze van spreken, wat we vroeger ook hadden, een soort van projectbureau of iets dergelijks op te zetten. Ja. Zodat je met elkaar kunt kijken van, hoe gaan we dit aanpakken? Wat moet er bij u gebeuren? Wat moet er bij u gebeuren? En ik weet, het kan zeker niet op dezelfde manier als vroeger de stadsverdieping ging. Want daar is verschrikkelijk veel geld in gaan zitten. Mm. En dat was toen, en dat is niet meer nu. Ja. Maar je kunt wel op een gegeven moment de manier van benaderen, kun je wel kopiëren. En dat is op die manier veel meer en veel dichter bij de bewoners komen. Ja. Oké. Okay. Nou, wie weet. Wie weet. Het is nu, ja, het is nu staat, genoemd. Er staat een stadsdeukantoor leeg op Scheveningen. Ja. Ja, het projectbureau is zo ingericht. Daar zie je het. Het bureau staat er nog. Ja, ja, precies. Dick, wat hebben jullie als bewonersinitiatief nodig van de gemeente? Om eigenlijk nog meer te kunnen bereiken. Nou, wat ik net noem. Dus inderdaad een proactievere overheid die de mogelijkheden geeft om samen met de bewoners plannen te gaan maken. Want nu, wij kunnen wel adviezen geven over hoe je dat dingen zou kunnen doen. Hmm. Maar daarna moet er dus inderdaad een soort uitvoeringsplan komen. En dat is wat Hans ook zei, die straatsgewijze aanpak. Dat je dan zegt van, we gaan een straat of een blok in één keer aanpakken. En dan gaan we daar kijken op welke wijze kan er geïsoleerd worden. Op welke wijze kan er gewoon dus overal, ook meer samen, want nu is het eerder samen, één precies, iemand daar, precies, één iemand daar. Die maar het initiatief neemt zelf, ja, met exact, jullie hulp. Ja, ja. En als dat op een gegeven moment gecoördineerd kan worden, dan is dat A, denk ik, voor al die bewoners individueel ook een veel goedkopere activiteit. Tegelijkertijd ben je dan ook bezig om structureel de zaken aan te pakken. Ja. Daar gaat dan meteen ook, denken wij in ieder geval, een wervende werking vanuit naar andere delen in de wijk. Mm-hmm. Zodat er in die zin meer mensen ook geenthousiasmeerd kunnen worden om daarmee aan de gang te gaan. Ja. En het is, wat ik eerder zei, het is niet iets wat je zegt van, het gaat in één keer allemaal. Maar doe bijvoorbeeld de isolatieactiviteit. Doe dat in één keer bij een heel blok in één keer. Ja. Nou, dan kun je dat soort dingen perfect inderdaad gecoördineerd aanpakken. Ja. Ja, en het kan inderdaad ook een inspiratie zijn. En dat kan inderdaad voor anderen dan inderdaad als inspiratie dienen. Ja. Mooi. En van bewoners op Scheveningen? Hebben die daar, volgens mij is de vraag nu best groot naar energiecoaches. Mm-hmm. Ja, maar je merkte dat mensen hebben zoiets van, mensen voelen zich een beetje overwhelmed. Gewoon, er komt zoveel op ze af op het gebied van die energietoestanden. Het is heel lastig voor mensen om zelf dan het initiatief te nemen. Er komt nog bij dat het op dit moment voor mensen heel lastig is om daar tijd voor vrij te maken. Iedereen heeft het heel erg druk. Ja. Het lijkt alsof er een hoogconjunctuur is, maar ondertussen merken we gewoon met de huidige inflatie hoe moeilijk mensen het vaak hebben. Mm. Die hebben niet zoveel geld. En met name in Scheveningen zitten wij toch met een bevolking waar gewoon niet zo ontzettend veel geld aanwezig is. Dus dat, daar zijn gewoon beperkingen in. Ja. Ja. Dus bewoners doen al. Bewoners doen al, maar bewoners zouden met name denk ik ook door onze activiteiten, maar ook door misschien gezamenlijke activiteiten van de gemeente, meer gestimuleerd kunnen worden. Ja. En ook meer, noemen wij heel oneerbiedig, een soort van wortels voorgehouden krijgen van, jongens, als je dit doet, dan zijn dat jouw voordelen. Ja. Doe er iets mee. Ja. Hans, wat ga je dit jaar nog doen? We hebben volgende week onze volgende informatieavond. We noemen dat productinformatieavond. Dat daar komt de firma Masterbat. Die komt vertellen, dit is een handelaar in elektrische cv-ketels. Ja. En we hebben iemand op visite die komt vertellen over het autodeelsysteem op Scheveningen. Oké, dus dat is een avond voor iedereen toegankelijk. Ja, ja. Iedereen is van harte welkom in open avond. En dat wordt tot nu toe, hebben we een aantal, alle producten zo langzamerhand hebben we al gehad. Hè? Zonnepanelen van vloerverwarming. Infrarood hebben we gehad. En corona is het een beetje stilgelegen, want toen mochten we niks doen. Nee. En we zijn dus dit jaar weer begonnen. Dat zijn avonden waar toch mensen op afkomen. Die zeggen,
ik wil wel eens even horen wat dat nou precies is. Ja. Het is zo ongelooflijk belangrijk, want als ik op energiecoach bezoek ga, heb ik altijd een hele stapel met facties bij van de woonwijzerwinkel, allerlei volgers van de gemeente Den Haag. En ja, de mensen zeggen van ja, fijn dat je dat toch meebrengt, want dan kan ik het om gemak eens even nakijken. En wat heel vervelend is, en dat blijf ik roepen, er worden allerlei initiatieven door het energietransitieteam van de gemeente Den Haag ontwikkeld. Allerlei mooie folders worden er geschreven en gemaakt. Alleen je moet er bij toeval achterkomen dat er een nieuwe folder is. En we hebben het ook een keer aan mevrouw Vertongen gevraagd van, ja, kan je dat niet gewoon als zo'n ding wordt geschreven rondsturen naar de Haagse bewonersinitiatief of naar Duurzaam Den Haag? Ja. Ja, dan krijg je het antwoord, ja, dat moet eerst naar de gemeenteraad. Nou ja, dan denk ik, ja, we moeten verder maar dicht. Uh-huh. Die informatievoorziening is zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Dit is dan eenvoudiger om gewoon als er een nieuwe volger komt even een mailtje te sturen. Ja. Want ze zijn beschikbaar, haal ze op de Dennenweg of stuur een stapel door. Of hoeveel wil je daar hebben? Ja. Niks, helemaal niks. Een leuk voorbeeldje, dat, als ik dat mag illustreren. Ja. Ik was laatst bij een burendag, dat was 14 september geloof ik. En er stond iemand die was bezig met zijn dak te vernieuwen. En die had dus de dakpan en die wilde graag onder dakpan een isolatielaag aanbrengen. En dat wilde hij graag doen met meerlaagse folies. Dus hij had dat netjes bij de gemeente gemeld. En die krijgt te horen, ja nee, dat komt niet meer in aanmerking voor een subsidie. Oh. Nou, zegt hij, hij zegt tegen mij, ja, ik heb dat gevraagd aan die dakbedekker. Hij zegt, nou, vorige maand kon het wel. Ja. Dus, nou ja, neem je contact op met, via Wim Schutte van, ben jij er iets van dat dat niet meer gekrikt? Ja, dan krijg je een mailtje. Oh ja, ja, er zat een drukfout in. Nou, dat kan gebeuren. Punt. Oh, in een flyer zat een drukfout. Van een drukfout. Ja. Maar vervolgens hoor je dus helemaal niks. Niets van, we gaan de flyer herstellen. Nee. En jij hebt een stapel. Nee, niks. Ja, het zat een drukfout in. Punt. Dus ik hoop dat er ergens nieuwe flyers. flyer ligt. Met het juiste kruisje. Ja. Nou, en dat is, dan vind ik dan een voorbeeld van, jongens, waarom kan dat niet? Ja. Waarom kan dat niet? Wat is nou moeilijk? Ja, ik snap je frustratie. Iemand bij beleid, transitiebeleid, ja, die zit een nieuwe flyer te maken. En dan denk ik, ja, moet ik die niet alleen maar in de Dennenberg neerleggen en op de Goudsweerblaan? Voor de rest niks. Of moet ik er misschien iets meer mee doen? Ja. Nou ja, nee, ja. En dan loop je toevallig bij de Dennenberg langs binnen en goh, oh, dat is een nieuwe vol, die ken ik nog helemaal niet. Ja. Nou, neem maar wel mee. Ja, dit illustreert gewoon het feit dat wij toch het heel jammer vinden dat de gemeente in die zin niet meer structureel probeert om op alle fronten tegelijkertijd gecoördineerd te werken. Mm-hmm. Zodat er één gezicht naar de bewoners toe komt, dat er één verhaal naar de bewoners toe komt. Zodat iedereen ook weet waar die aan toe is. Ja. Want het is, dit is dan een voorbeeldje van toevallig misschien een drukfoutje. Maar er zijn ook regelingen die dan inderdaad ineens ophouden te bestaan. Dan komt er ineens weer een andere regeling. Dan wordt ineens de voorwaarden van de regeling worden anders. Er zijn zoveel verschillende dingen die tegelijkertijd gebeuren. En het is fijn dat die dingen gebeuren. Maar het zou zo fijn zijn als ze ook bij elkaar kwamen. En dat je daar dan in één keer een overzicht over zou kunnen krijgen. Ja. Dus dat zouden we aan de gemeente willen vragen om daar gewoon wat meer aandacht aan te besteden. En dat zou het jullie makkelijker maken en dan ook nog eens andere bewoners. Daarmee kunnen wij ook gewoon onze voorlichtingstaak veel beter uitvoeren. Want dan hebben we gewoon een overzicht waar inderdaad alles dan ook in staat. En niet dat je dan weer ergens anders moet gaan zoeken naar weer een andere regeling, weer een andere website. Het zou zo fijn zijn als dat een keer gecoördineerd zou worden. Ja, oké. En niet elk jaar een budgetje vaststellen en halverwege het jaar erachter komen. Oh, het is op. Het is bijna op. Ja. 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 Ja, dan worden we niet heel blij. Meer een lange termijn. Maar de overheid ook. Dus niet alleen de gemeente, maar de Rijksoverheid doet dat precies zo. Ja. En dan denk ik, jongens, je moet nog 50 jaar verder met deze energietransitie. Bedoel, het houdt niet na één jaar budget op. Nee. Dat weet ik wel. Je moet geen open eindregelingen maken, maar ja. Maar voor 10 jaar, dan ben je al een heel eind. Ja. Maar het punt is, we zijn nu met z'n allen een beetje aan het hakken op de gemeente. Maar het is natuurlijk niet alleen de gemeente. Het loopt wat dat betreft gewoon door het hele bestuurlijke systeem heen. Je merkt gewoon bij de Rijksoverheid, die zijn ook allemaal bezig met schitterende beleidsnota's.
komt er een uitvoeringsregeling? Nou, die blijkt dan inderdaad in de praktijk op geen enkele manier toepasbaar te zijn. Nou ja, we hebben genoeg voorbeelden gezien van de toeslagenaffaire enzovoort enzovoort. Ja. Dus in die zin, het is een algemeen probleem wat op dit moment in het hele bestuurlijke systeem werkt. Ja. Dus het is echt noodzakelijk dat er gewoon veel meer naar de mensen geluisterd wordt. Ja. Nou, goed dat jullie delen. Terug naar Scheveningen. Oh, ja, zeker. Wat zijn jullie plannen of wensen voor de komende jaren? Wat willen jullie zelf bereiken? Wat ik een enorme stap zou vinden als dus inderdaad het leegstaande stadsdeelkantoor wordt ingericht als informatiepunt voor energietransitie. Ja. Ja, dat zou heel fijn zijn. Aansluitend zou het natuurlijk prachtig zijn als inderdaad die projectvernieuwing energietransitie op gang zou komen. Met alle haken en ogen, dat weet ik wel. Ik weet dat Duinoord is dan momenteel een soort pilot aan het uitvoeren. Nou, hopelijk gaat dat werk. Mm. Ik denk dat je dan op zo'n moment stappen kan maken. Ja. En dat zou een grote overwinning zijn. Ja. Ja, we merken gewoon dat wij... Kijk, wij zijn vrijwilligers. Ja. We zijn in die zin alle twee oud. Dus we zijn gepensioneerd. Dus we hebben relatief veel tijd om dingen te doen. Maar je merkt gewoon dat die energietransitie... Wil je dat inderdaad echt goed doen... Dan heb je daar gewoon een hele groep professionals voor nodig. Ja. En dat zijn dan mensen die daar gewoon fulltime mee bezig zijn. Ja. En alleen als je dat wil doen... En daar zal dus ergens zal dat initiatief een keer moeten komen. En wij hopen nog steeds dat de gemeente diegene is die dat uiteindelijk gaat initiëren. Mm-hmm. Want dat is de enige manier om het echt voor elkaar te krijgen. Ja. Anders blijft het gewoon wijden met de kraan open. Ja. Ja, mee eens. Oké. Oké. Als mensen uit Scheveningen zich willen aansluiten als energiecoach. En dus ook andere buren willen helpen. Hoe kunnen ze dat doen? www.gasvrijscheveningen.nl. Zo dat makkelijk informatie, is het. Ja, contact op. Zeg, joh, ik wil graag energiecoach worden. Nou, dan komt je vanzelf bij mij te binnen en dan neem ik contact op. Okay. Zo simpel is het. Ja. Er staat ook in onze wijkkrant De Klinker weer een oproep van... wilt je energiecoach worden? Dus, ja. Helemaal goed. En daar kunnen ze ook terecht als ze een gesprek willen aanvragen, denk ik dan. Zelfde manier, ja, precies. Okay. Op de website staat een van de tabs is gewoon een... wilt u een energiecoach? En dan kunnen ze gewoon zich aanmelden en dan komt dat via HEWA, want we doen het wel samen met de andere bewonersorganisaties. Via HEWA komt dat bij ons en dan maken wij afspraken met de mensen. Oké. Okay. Nou. Zo simpel is het. Ja. Precies, zo simpel kan dat zijn. Ja. Maar nogmaals, willen we het inderdaad echt van de grond tillen, dan hebben we gewoon echt professionele ondersteuning nodig. Ja. Echt, dan moet er echt iets gebeuren. De komende 50 jaar hebben die mensen werk. Ja. Wat zeg je? De komende 50 jaar hebben die mensen werk. Ja, dat denk ik ook. Ja, precies. Nou ja, laten we het op de komende 30 jaar houden. Okay. 2050 is nu de horizon die genoemd wordt, dus laten we daar even naartoe werken. Maar je bent daar nog zeker een meerdere tientallen jaren mee bezig. Ja. Zeker. Oké. Okay. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Het is alweer voorbij. De ruimte die je ook Dat het overkomt. Ik denk het. Ik denk dat het, ik hoop het. Duidelijk is. Woon je zelf in Scheveningen, dan kan je dus of energiecoach worden en je buren helpen of zelf een gesprek aanvragen. Woon je in een andere buurt in Den Haag? Er zijn veel verschillende bewonersinitiatieven. Kijk op onze website welke er bij jou in de buurt is. En bedankt weer voor het kijken. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en abonneer je op dit YouTube-kanaal. Bedankt en tot de volgende keer.